Hey, welkom bij een nieuwe weekendvlog. Dit weekend ga ik weer mijn camera naar veel plekken meenemen. Vanavond, op vrijdagavond, gaan we uit eten met een stel die we hier in Dallas hebben leren kennen. Zaterdag gaan we wat rustiger aandoen, vooral omdat Mitchell veel moet werken. En dan zondag ga ik brunchen met een andere vriendin. En verder kijken we wel wat het weekend brengt. Natuurlijk zal ik Bentley ook nog veel filmen. Hij slaapt tegenwoordig hele nachten door, dus dat is voor ons ook heel fijn. En dat was het. Veel kijkplezier! Oké, we hebben net geparkeerd in de garage van de Crescent, want we gaan lekker uit eten bij 60 Vines. Met twee vrienden uit Dallas. Ik ben vergeten om mijn outfit te laten zien in de spiegel, dus Mitchell gaat nu even mijn outfit filmen. Hoop ik. Think I've been here before. That I must have met you in a past life. Got my heart on the floor. Go slow. Go slow. Keep me falling for you all night. Tell me now you're the one I've been dreaming about. For my whole life, had you on my mind. Oh, hear the sound of your voice in the crowd. Calling my name, yeah, you captivate. Oh. Vandaag is het zaterdag en ik heb nog niet zoveel gevlogd, want we hebben eigenlijk alleen gewoon thuis gezeten en gechilled. Mitchell heeft veel gewerkt en ik heb een video geüpload en even naar mijn blog gekeken, want ik wil daar wat dingen aan gaan veranderen. Ik wil het meer mengen met minder spirituele of diepe onderwerpen, dus misschien een beetje fashion of lifestyle of andere dingen waar ik geïnteresseerd in ben. En dan ga ik het denk ik ook wat meer blenden met mijn YouTube kanaal. En mijn Instagram, dat het gewoon allemaal wat meer, ja, dat ik het overkoepelende thema ben. En dat gewoon al mijn interesses erin terugkomen. Wat doe je, Bentley? Niet slopen. Niet het ding slopen, daar moet je straks nog in. Nu gaan we even naar Clyde Warren Park. Daar hebben ze een nieuw donutwinkeltje wat we willen proberen. En dan nemen we Bentley even mee, kijken of hij al zover kan lopen. Ik hoop ook dat ze daar koffie hebben, want ik heb best wel hoofdpijn. Ik heb gisteren voor het eerst weer een paar wijntjes gedronken sinds Dry January en het is niet heel goed gevallen. Maar ja, ik heb wel zin om even naar buiten te gaan. Want de zon schijnt eindelijk weer na 3 dagen of zo alleen maar in ijs en sneeuw te hebben gezeten.
even lekker in de zon. We hebben een koffietje en een donut. Ik heb gewoon een normale glazed en Mitchell heeft een horchata. We zijn weer thuis. Bentley vond het volgens mij wel leuk. Hij was echt een attractie. Er waren echt veel mensen die hem wilden aaien of een foto van hem wilden maken. Dus dat was wel leuk. We gaan nu nog even naar Whole Foods om boodschappen te doen. En verder gaan we denk ik niet zoveel doen meer vandaag, behalve weer werken. En verder gaan we gewoon even bijkomen en chillen en genieten van het weekend. Mensen in Dallas houden sowieso echt heel erg van honden. Dat valt gewoon echt op. Ik weet niet of dat in heel Amerika zo is of dat Dallas gewoon echt een hondenstad is. Maar mensen praten ook heel makkelijk tegen je als je een hond hebt. In Nederland kunnen mensen ook wel van honden houden, maar dan kijken ze alleen en dan komen ze niet zo snel naar je toe. En in Dallas doen mensen dat wel echt. En ook mensen die gewoon in het voorbij gaan alleen maar gewoon even willen zeggen, your dog is so cute, en dan gewoon doorlopen. Dus dat is wel leuk. Vind je die niet mooi? Ja, ik vind hem wel mooi. Dat vind ik echt de mooiste Bentley die ik ooit heb gezien. Echt? Ik ben net te laat. Hij rijdt nu weg. Hoe duur is die? $275,000. $275,000, oké. Nog even doorsparen. Ja. Mitchell keek net naar de car en toen zei hij, ik denk dat dit 160 wordt. En het was precies 160. Maar wel met nog $14 korting. Nog steeds heel veel geld. Maar ik zal zo even laten zien wat we allemaal hebben. Oké, ik zal even laten zien wat we voor die $160 allemaal hebben gekocht. Let niet op de rotzooi. Er staan hier allemaal Bentley spullen. Maar ik zal het proberen in dit gedeelte te laten zien. We hebben brood. We hebben eindelijk brood gevonden wat een soort van betaalbaar, maar ook gezond en ook lekker is. Wat lijkt op Nederlands brood dus. Hey Bentley, wat is er? Wat heb je? Wat heb je? Hij zit even te piepen. Ik denk dat hij wil dat Mitchell thuis komt. En dat gebeurt nu. Die was nog even het karretje wegbrengen. Kijk eens daar, Bentley. Verder hebben we twee sinaasappels. Gewoon om als fruit te eten. Hele grote. Een handzeepje. Paprika. Twee immuunshots.
van die gezonde shots, die nemen we in het weekend. Een komkommer. Een olijfoliespray. En kombucha. En dit is in de smaak ginger lemon, dus gember en citroen. En ik vond het leuk om deze, wat zijn het, soort van pillen even te proberen. Het is een herbal supplement, dus alleen maar kruiden en helemaal organic natuurlijk. Maar het helpt tegen een kater. Aangezien ik me vandaag best wel slecht voel na 3 wijntjes, hoop ik dat zoiets als dit werkt. Want ik word gewoon oud en ik kan niet meer tegen alcohol. Verder hebben we 3 van zulke gallons, dus dat is 3 liter nog wat, aan bronwater gekocht, wc-papier en keukenpapier. En dan nog een tas. We hebben 2 van die kleine saladetjes gepakt bij de saladeafdeling die je daar kan scheppen, zeg maar. Zalm voor in de vriezer, een grote verpakking, cherry tomaatjes, champignons, een vegan ranch dip of smeersel, eieren, wordt hier druk, blauwe bessen, bananen, een broccoli in een zakje, 2 van deze plant-based kokoskwark, een broodje uit de oven voor bij soep, stokbroodje, vegan hamburgers en vegetarische lasagne voor in de vriezer. En dan verder nog een zakje met avocado's en een limoen. En dan nog deze non-alcoholic 0.0 biertjes. Blikjes zijn dit. En zoals ik al zei, hebben we daar dus $14 korting op gekregen. Maar in totaal was het $160. En het duurste was, even kijken, de biertjes, de handzeep. En de zalm, die waren $25. Dat was echt het allerduurste, de zalm. Maar ja, dan heb je ook 6 of 8 van die filets. Dus dat is ook gewoon heel veel zalm. Oké, dat was het. Nu ga ik even alles opruimen. En dan gaan we even chillen, Netflixen, YouTuben, zoiets. Goedemorgen, het is vandaag zondag en ik ga brunchen met mijn vriendin. Ik heb deze bloemetjesjurk aan met bruine laarzen en ik heb mijn haar weer met die tang gedaan. En ik heb heel even dit blauwe korte jasje eroverheen, wat niet echt staat. Maar een lange zwarte jas erbij is nog erger, dus ik doe het hier maar even mee. En ik ga nu lopen naar restaurant Saint Anne, want daar gaan we brunchen. En ik heb er zin in. Oké, het jasje was toch niet nodig. Het is 14 graden, maar door die zon voelt het veel warmer. Ik hou van Texas. Als jullie goed hebben opgelet, dan herken je dit pleintje al. Want dat plekje heeft al een keer in mijn vlog gezeten. Maar nu gaan we daarheen.
ga deze proberen. Die hadden ze bij Whole Foods. Ik weet niet of het nog werkt, want je moet hem eigenlijk nemen terwijl je aan het drinken bent. En het is al een paar uur geleden sinds ik ben gestopt met drinken. Maar ik ga hem voor de zekerheid toch nog nemen en kijken of het een verschil maakt morgenochtend. Zo, dit was mijn weekendvlog. Hopelijk vond je het leuk om te kijken. Als dat het geval is, doe dan even een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren. En dan zie ik je graag de volgende keer weer. Doeg!